Het belang van zelfwaardering. Er zijn heel veel dingen in het leven die je gevoel van eigenwaarde kunnen beïnvloeden over heel je levensloop heen. Bijvoorbeeld de beoordeling van sociale groepen, de cijfers die je krijgt in school, de manier waarop een instructeur tegen je heeft gepraat, problemen in de liefde. Al die dingen kunnen allemaal je zelfwaardering beïnvloeden, je gevoel van eigenwaarde beïnvloeden. Mensen met een hoog gevoel van eigenwaarde, die zien de dagdagelijkse tegenslagen als iets waar ze wel over piekeren, maar enkel voor een korte tijd en dan laten ze het los. Mensen met een laag gevoel van zelfwaardering, die ervaren de ups en downs met een zware impact ten opzichte van hoe ze zichzelf voelen. Verder hangen de mensen met een lage zelfwaardering af van hoe andere mensen over hen denken en wat ze over hen zeggen. Of dat een positieve of negatieve kritiek is. Mensen met een laag gevoel van eigenwaarde beoordelen hoe men met hen omgaat op basis van hoe het van dag tot dag toe gaat. En dan zoeken ze constant positieve ervaringen om hun negatieve gevoelens en gedachten kwijt te raken. Dus constant blijven ze zoeken naar bevestigingen. De mensen met een hoog gevoel van eigenwaarde die kennen zichzelf vaak goed of zijn minstens in staat zichzelf te accepteren en ze kennen hun sterke en hun zwakke punten. Ze weten wat ze waard zijn zonder dat ze daarvoor de mening van anderen nodig hebben. We beginnen het gevoel van eigenwaarde op te bouwen vanaf onze jeugd en het blijft evolueren gedurende heel ons leven we vormen beelden van onszelf op basis van de ervaringen die we hebben gedurende ons leven. Dat wil zeggen onze successen, onze tegenslagen, reacties van anderen, hoe onze ouders over ons denken. Met een mentale lage zelfwaardering, die hebben een strenge innerlijke stem die extreem kritisch is tegenover zichzelf. Onderzoek heeft aangetoond dat om je gevoel van eigenwaarde te verhogen, het eerste dat moet gebeuren, het stoppen met negatieve zelfkritiek is. Probeer uit je ervaringen het positieve te halen en lessen te leren uit je fouten of uit dingen die niet helemaal perfect gingen. Of aanvaard gewoon dat het ook wel eens iets minder kan gaan. Coenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is auteur van het sensatiehandboek De Verboden Geheimen van Persoonlijke en Energetische Ontwikkeling hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van goede tips en adviezen